Nou, want ik had ook nog een vraag over koopkracht, want ik irriteer me een beetje aan het feit dat het kabinet roept van we hebben een super koopkrachtpakket van 2 miljard en ongekend en geweldig. De heel Nederland moet zich in de handjes wrijven met zo'n koopkrachtpakket van 2 miljard. Maar wat er niet bij wordt verteld is dat er tegelijkertijd het tijdelijke koopkrachtpakket van 10 miljard afloopt per 1 januari. Dus met andere woorden, u zegt heel reaal, de huurtoeslag gaat met 416 euro omhoog. Maar tegelijkertijd verlaagt u de zorgtoeslag met 412 euro. Nou, de meeste mensen die huurtoeslag hebben, hebben vaak ook zorgtoeslag. Die schieten er dus niets mee op met dit pakket. De minister, het kabinet, doet nu voorkomen alsof ze 416 euro rijker worden, dankzij die verhoging van de huurtoeslag. Maar ze worden en passant 412 euro armer vanwege de verlaging van de zorgtoeslag. Dat is het echte verhaal. En mijn vraag is of deze minister wel het eerlijke verhaal wil vertellen tegen heel Nederland. En wat hij eigenlijk gedaan heeft, wat het kabinet eigenlijk gedaan heeft, is voorkomen dat de armoede toeneemt en dat de onderkant nog verder zou wegzakken. Dat is wat u gedaan heeft. U hebt een beetje geniveleerd voor 2 miljard en u laat de iets rijkere mensen betalen voor de iets armere mensen, waardoor niemand in de nul komt. Maar niet dat Nederland nu moet denken dat ze er ook maar 1 euro mee opschieten met dat hele koopkrachtpakket van deze minister van 2 miljard. Is dat het eerlijke verhaal of niet? De minister. Nou, de parafrasering van de heer Van Dijk is wat mij betreft sowieso niet een eerlijke schets van de situatie. U gebruikt woorden als super en dit en dat. Dat hoort u mij niet zeggen. U hoort een evenwichtig koopkrachtpakket gedekt. En 2 miljard met aandacht voor de meest kwetsbare huishoudens. Dat is altijd de stelling geweest en de houding van het kabinet. Dat staat ook gewoon in de miljoenennota. Het tweede is dat er ook op aanraden van het Centraal Planbureau, het IMF, internationaal, maar ook zorgen die de Nederlandse Bank heeft geuit voor de onbedoelde secundaire inflatoire effecten van te genereuze koopkrachtondersteuning voor diegenen die het niet nodig hebben. En dat zijn gelukkig ook nog steeds genoeg mensen in Nederland, dat het koopkrachtpakket tijdelijk moest zijn, gericht en dat er ook afbouw moest plaatsvinden. Met het oog op het nu, maar ook de toekomst en de behoudbaarheid van overheidsfinanciën. En dat hebben we gedaan, deels vanuit missionaire staat en nu demissionair gepresenteerd. Dat is het volledige verhaal. Ja, de heer Tony van Dijk. Nou ja, het volledige verhaal is dus dat er tegelijkertijd 10 miljard aan koopkrachtondersteunende maatregelen aflopen per 1 januari. En per saldo gaan de lasten dus voor Nederlanders omhoog. Maar als het dan zo'n reaal koopkrachtpakket is voor de onderkant, hoe kan het dan dat iemand met een AOW-uitkering, dus ook niet de meest rijke Nederlander, dat hij er gewoon 60 euro per maand op achteruit gaat? Hoe is dat mogelijk? Hoe gaat deze minister dat verkopen? En al die mensen die nu thuis zitten met een AOW-uitkeringje, die net bekomen zijn van die koude winter en die de dekens nu weer tevoorschijn moeten halen, dat ze er volgend jaar 60 euro per maand op achteruit gaan. Met dat royale, verantwoorde koopkrachtpakket van u. De minister. Nogmaals, we zeggen niet dat het royaal is. We zeggen dat het gericht is. En het historisch grote koopkrachtpakket van vorig jaar was nog houdbaar, nog verstandig als je kijkt naar het onbedoeld aanjagen van de inflatie. Dat is één. Veel huishoudens hebben ook baat gehad bij de tijdelijke prijsplafond, terwijl ze het echt niet nodig hadden, die ondersteuning. Zorgtoeslag is bekeken en ik wil niet terug naar een vele debatten die u heeft gehad, misschien ook met de minister van Sociale Zaken en Armoedebeleid, waarin we hebben laten zien dat tal van maatregelen of niet het gewenste effect hadden, een overshoot resulteerde, of bij de verkeerde bevolkingsgroep terecht zouden komen. Uw specifieke vraag over een persoon die van AOW alleen moet rondkomen, dat zijn gelukkig in Nederland ook, dat is niet per se een grote bevolkingsgroep, maar natuurlijk wel een hele kwetsbare. Daar kom ik graag nog in de tweede termijn op terug. Maar tenzij deze Kamer moties indient of aanneemt en van dekking voorziet natuurlijk, dan is het kabinet niet van plan additionele stappen te nemen. Dat is ook een moment nog in de discussie met de minister van Sociale Zaken en Armoedebeleid om daar naar de details van hun begroting te kijken.